Goed, op Roulette FM en wij gaan praten met Bas van Beek over Buurtlink. Ik las hele spannende verhalen, Bas, over een goudstaaf. Vertel eens even in het kort, wat is Buurtlink? Buurtlink, dat is een website voor wijken en buurten. Als je naar www.buurtlink.nl gaat, dan kom je, als je je postcode invoert of een andere postcode, in een buurt terecht. En daar vertellen we, of dat doen we niet zelf, dat doen de bewoners. Die plaatsen allemaal berichten over wat er in de buurt speelt. En vraag en aanbod. Kan ook artikelen plaatsen. Nieuwsfeeds bekijken. Van alles wat er in je buurt speelt kun je dan lezen. En dan op je postcodegebied. Dat is van iedere buurt in heel Nederland is dat gedaan? Ja, dat is van iedere buurt in heel Nederland. Dus we hebben ontzettend veel homepages. En bij de ene buurt gebeurt er ontzettend veel en bij de andere wat minder. Maar in principe is het voor alle buurten en wijken in heel Nederland. Dus wij hier in de Beeld Bilthoven kunnen ook op zoek gaan naar informatie over de buurt hier? Ja, je kan je postcode intypen en dan kun je zien welke bewonersberichten plaatsen en waarover en wat er speelt. Ja, en zo hebben we over de hele site hebben duizenden berichten die per dag worden geplaatst door bewoners. Ja, want wat is precies de bedoeling ervan? Gaan mensen uit de buurt, moeten die erop geattendeerd worden en kunnen ze dan zelf berichten plaatsen? Of doen jullie als organisatie zoiets? Nee, wij plaatsen eigenlijk zelf helemaal niks. Terwijl wij nu met elkaar praten, worden er op Buurtlink berichten geplaatst. Door mensen die dus Buurtlink gebruiken, dat zijn dus bewoners. En dat is ook het sterke van Buurtlink. Het is user-generated, zoals dat zo mooi heet. Maar men houdt elkaar op de hoogte van dingen die in de buurt spelen. Is het nodig? Nou, nodig. Het voorziet wel een behoefte, ja. En het is een behoefte die nooit is weg geweest, trouwens. Mm-hmm. Ik denk dat iedereen altijd zich graag wil informeren wat er in de buurt speelt. Het gluren bij de buren. Je op de hoogte houden. Het is in zoverre voorziet het eigenlijk een hele grote behoefte. Als site staan we in de top 50 van de grootste sites in Nederland. Dus ik kan Buurtlink of wijk in de Buurtlink niemand zeggen van ja, je moet ermee werken. Dat doe je helemaal op vrijwillige basis. En blijkbaar loopt het als een trein. Ja, maar, want ik heb nog eventjes een beetje, ik vraag me dan af. Hoe zit het dan? Ik wil iets over mijn buurman te weten komen. Dat moet ik dan via internet te weten komen in plaats van dat ik naar hem toestap of zo. Dat zou wel heel mooi zijn, hè, dat je niet meer aanbelt. Nou, dat is dus absoluut niet de bedoeling. Maar je staat natuurlijk wel. Je vraagt je natuurlijk eigenlijk heel vaak dingen af van waarom wordt de straat opengebroken? Wanneer wordt de straat dan weer dichtgebroken? Wie weet er wat er met mijn fiets is gebeurd? Wie weet er wat met deze buurtbewoners is gebeurd? Wanneer worden de stoplichten gerepareerd? Al dat soort vragen en al dat soort opmerkingen die spelen. Het is absoluut niet zo dat ik wil voorkomen dat jij naar de buurman toe loopt om een hand te schudden of een kop koffie mee te drinken. Maar voor dat soort informatie lijkt mij dat daar dan toch een gemeentewebsite voor dient, of? Ja, dat denken wij allemaal. Alleen die gemeentelijke websites die worden ten eerste ook niet altijd vertrouwd door bewoners. Ja. En daarnaast is het geen interactief platform waarop mensen die informatie met elkaar kunnen delen. En daarnaast ook eens op kunnen reageren. Dus ja, ook zeggen van wat belachelijk dat die stoeptegels daar nog steeds los liggen. Er is weer een fiets erover gevallen. En dan kunnen andere bewoners, dus de beleving van dingen die in de buurt speelt, dat wordt dus gezamenlijk gedragen. En gemeentelijke sites, die hebben veel meer een soort top-down informatie, waarin ze gewoon even vertellen wat er gaat gebeuren en that's it. Daarnaast is die informatie ook heel vaak heel slecht te vinden op gemeentelijke sites. Ben ik tot slot nog wel eventjes benieuwd, wat heeft Piet Paulusma en een goudstaaf van 10.000 euro hiermee te maken? Nou, Piet is onze ambassadeur. Buurtlink is geen commerciële initiatief, het is van de stichting Buurtlink. Dus ook echt opgericht om de beleving in buurt en wijken echt te verbeteren. En Piet Paulusma staat er helemaal achter, is onze ambassadeur. En die heeft als een soort actie om Buurtlink nog bekender te maken, maar ook de gebruikers van Buurtlink mee te laten zoeken naar een goudstaaf. Hij heeft ergens in Nederland een goudstaaf verstopt. Gewoon random, ergens op een plekje onder de grond. Ergens op een plekje onder de grond een goudstaaf ter waarde van 10.000 euro. Maar nu moeten mensen dus allemaal gaan vroeten?
Die moet in de zomer gaan zoeken, ja. Via de site kan je zeg maar naar mijnbuurtschoutwaard.nl. Dat is een soort actiepagina. En die pagina die geeft allemaal hints. En als je die hints volgt en je doet dat op de, precies de goede manier, ja, dan kom je tot de plek waar het goud zou kunnen liggen. Kijk aan. Goed, dat dus om de buurt weer samen te brengen op een geheel andere wijze. En mocht je inderdaad op zoek gaan naar die goudstaaf, www.buurtlink.nl, daar staan de hints. Dankjewel, Bas van Beek.